Welkom bij alweer de vierde aflevering van ons South by Southwest magazine. We gaan jullie proberen vandaag de variëteit van dit festival te laten zien. We gaan onder andere naar een keynote van Eric Schmidt, de bestuursvoorzitter van Google. We gaan naar de trade show waar allerlei kleine bedrijven zich presenteren. We hebben een onderwerp over crowdfunding. En we zijn bij een forum waar Alexander Klupping van Blendl in zit. En dat ging over de toekomst van de journalistiek. Blijven kijken dus. South by Southwest is groot. South by Southwest is heel groot. Er komen iets van 40.000 mensen op af. 40.000 mensen die geïnteresseerd zijn in innovatie. Daar moet je dus wat voor bieden. 'S Ochtends om 9:30 zijn hier soms 40 panels, 40 sessies over allerlei onderwerpen. En wat zijn ze aan het doen bij South by Southwest? Ze zijn steeds meer aan het specialiseren. Je hebt bijvoorbeeld een plek waar je de hele dag over innovatie in de medische wereld kunt zijn en kunt praten en kunt luisteren. En we zijn nu op de plek waar het 3 dagen lang over sport gaat, South by Sports. We gaan nu even kijken bij Emily White en zij is een specialist in crowdfunding voor atleten. Face of the earth as far as the swimming community is concerned. I forgot about him as a fan. I've spoken on many music panels. Some are packed, some are not, and I learn from it. You know, I like from hearing from you guys. We couldn't have been so intimate and heard, you know, why everyone was here if there were thousands of people here. What is the most important trend in crowdfunding at the moment? I think just direct to fan and direct to audience communication. You know, crowdfunding really removes the middle person or the middleman and really allows the athlete to communicate directly with their audience and have that audience support the athlete to get to the Olympics or get to where they want to go. De sessies kunnen in hele kleine zalen zijn, met een klein publiek, maar ze kunnen ook enorm grote zalen zijn, met enorm veel publiek. Dit is een soort ahoy, duizenden mensen zijn bij elkaar om van Eric Schmidt te horen, Eric Schmidt van Google, hoe innovatie bij Google werkt. En hij vertelt zelf dat hij enorm optimistisch is, omdat we nog maar kleine babystapjes maken met techniek en dat die techniek ons nog heel erg gaat helpen. En nu op de achtergrond hoor je de CTO van Amerika, die vertelt hoe innovatie onder Obama plaatsvindt. We're happy to have Hani Vanderswag, founder and editor-in-chief of iCulture. If you don't know of iCulture, it is one of the largest websites about the iPhone, the iPad, and Apple in the Netherlands and Belgium. You probably heard that the market for wearables is rapidly growing. Every consumer brand is making a wearable, and at the same time, a lot of people are not using them anymore. You probably heard that too. Hoe kom je hier terecht? Wat moet je doen om hier te kunnen spreken? Je krijgt een mailtje als je eerder bent geweest op South by Southwest, dat je kunt inschrijven en iedereen kan gewoon een voorstel indienen. Dus dat heb ik gedaan. Eigenlijk heel impulsief van, ik verzin een onderwerp en als ik uitgekozen word, dan verzin ik er wel een verhaal bij. Dus ja, en ik was eigenlijk verbaasd. Ik had natuurlijk wel een goed voorstel, maar ja. Moeten mensen op je stemmen of kiezen zij gewoon een goed voorbeeld aan? Nou, je kan in het begin ga je een soort stemronde. Dan, hoe meer stemmen jij krijgt, hoe meer de organisatie denkt van, dat is blijkbaar een populaire persoon of een leuk onderwerp. En dan vervolgens kiezen zij gewoon een onderwerp uit. Ja. En je onderwerp was, hoe word je niet gek van al die data die er zijn? Jij bent veel bezig met trackers, met alles wat je kan helpen, gezonder, fitter, slimmer. Nou, slimmer is niet per se in jouw boek, daar zijn weer andere boeken voor. Werd je zelf gek van je eigen data? Ja, eigenlijk wel, want ik zat allerlei dingen te verzamelen, maar het is lastig om dan de verbanden ertussen te zien. Dus vandaar dat ik ook in mijn presentatie heb gezegd van, doe 2 dingen, focus en automatiseer zoveel mogelijk dingen. Dus focussen is 1 of 2 dingen kiezen waar je aan gaat werken. Nou, in mijn geval was dat gewicht. Automatiseren is in ons geval van, ga elke dag 90 minuten lopen. Elke dag dezelfde lunchsalade eten. Elke dag, als je maar besluit om dat elke dag te doen en dan 3 maanden lang, dan kun je er eigenlijk ook niet meer onderuit. Thank you.
de titel van het panel waar je net in zat was How New Business Models Can Save Journalism. Yeah. Nou, heb jij het winnende model gehoord? Nee, maar als ik dat zou hebben, dan zou ik heel erg rijk zijn. Dat is vooralsnog niet het geval. Nee, maar welke rol, want daarom zit je hier ook, welke rol kan Blendl daarin spelen? Nou, ik denk serieus, kijk, micropayments is iets waar al heel lang over gepraat wordt. En dat is, over het algemeen, dat is best wel een nerdy onderwerp, dus ik praat daar niet zo heel erg veel over tegen het publiek. Maar juist zo'n publiek is allemaal media mensen, allemaal technologie mensen. En dan kun je het hebben over micropayments als misschien een mogelijkheid straks om geld te verdienen met content, als dat meer geaccepteerd wordt. En als we een product kunnen bouwen waardoor micropayments gaan werken, waardoor mensen comfortabeler worden om kleine bedragjes af te rekenen, in plaats van alleen maar advertenties als businessmodel te hebben voor publishers, naast subscriptions. Ik weet het niet hoor. Als wij dat waar kunnen maken, en in Nederland lijkt het best wel goed te werken, als we dat waar kunnen maken op wereldschaal, dan is dat heel erg spannend. En mensen praten daar al heel lang over micropayments. Ik ga daar natuurlijk wel op zitten, op dat hoekje. En ik hoop dat wij dat hoekje steeds meer kunnen claimen. Press the G here, I'm going to take a picture of Jose doing his work. I can then go in and bomb that photograph. The tools that we provide are like spray paint, stencils. And it's a very naturalistic take on them. So I can come in here, I can draw a heart on Jose, right? And if you leave your finger down there for a while, it'll start to drip and it's tied to the accelerometer. You can shake the, and it has the clacker of the spray can. Wat is voor jou, zeg maar, één project, één voorbeeld wat goed weergeeft wat jullie doen, waar jullie voor staan? Dat is een event geweest dat we eigenlijk een klein jaar geleden hebben gedaan, The Other Dinner. Waarbij we het publiek hebben uitgenodigd om samen met ons een diner klaar te maken, te koken. Om vervolgens een soort van uitdaging te vormen over wat onze eigen culturele preconcepties zijn van wat vlees is. Als je bedenkt dat Mark Post bij de Universiteit van Maastricht bezig is, en daar gaan ze heel ver, om te kijken in hoeverre je vlees kunt kweken in bioreactoren, dan is dat een soort van toekomst die heel interessant is om eens na te gaan met experts erbij en met publiek. Het is zoveel, zullen we zeggen, creativiteit op één plaats, zoveel energie op één plek, dat het maakt niet uit of je in de bar staat en je draait je om en je ontmoet iemand anders. Harper Reed staat daar. Je draait je nog een keer om en iemand van Netflix staat daar om een verhaal te houden. En zo, je kunt continu praten met mensen die fantastische dingen doen en die heel erg inspirerend zijn. Dat was de vierde South by Southwest magazine. Morgen zijn we er natuurlijk weer met een aflevering waarin we de balans gaan opmaken van dit festival. Dat doen we onder andere met Werner Vogels, die je net als laatste spreker in deze reportage zag. Maar ook met Jeroen van Erp en met Michiel Buitelaar. Tot morgen.